Welkom, dames en heren. Welkom bij deze allereerste competitiespeeldag in de Belgische competitie. Op mijn kanaal vandaag zal Waasland Beveren thuis spelen tegen Sporting Lokeren. Vandaag met commentaar voorzien bij Jentel Oemans en Cody Lox. Fijne dag, mijn naam is Jentel. De vorige keer is Lokeren thuis eerst Waasland Beveren. Met Tom Schutter, met twee prachtige doelpunten. We gaan even kijken naar de opstellingen. We gaan ze er dadelijk even af. De spelers mogen eerst nog hun opstelling veranderen als ze dat willen. En Overmars. Jan, smak, ik ben klaar, dus ik ga mijn Waasland leveren met zijn opstelling. In doelman Gobler. Rechtsachter Jans. Centraal verdediger Bauto Mananga. Centraal verdediger Camacho. Linksachter Demir. Links voor Langi. Centraal middenvelder Miguel. Centraal verdedigend middenvelder Sek en ook de aanvoerder van dit elftal. Mini rechts voor Kersioni als spits, achterspits. En Zinio Gano als voorspits. Of diepe spits. En nou, de opstelling van Lokeren. De opstelling is blijkbaar 4-3-3-1. De spits staat in Tom zitten. De achterspits is Driller. Links voor is Pacotti. Daar laat ze kapitein met het aantal persoon. Dat is die doelpunt tegenover de wat nu de vorige keer gedaan is. Overmaar. Dat is de verschrikkelijk. Dat is recht achter. Salutje. Galitios, rechts, middenveld, Maric, en daarlangs Ninja, en daarlangs Skulason, en als keeper Barry. Hij wist telkens keer de maar één doelpunt uit elke match te. De spelers staan klaar in de tunnel, wij gaan nu over naar het stadion, dames en heren, voor deze prachtige eerste wedstrijd in de competitie, Waasland Beveren tegen Sporting Lokeren. De vorige keer was het stadion. Zijn nog in de 10 zijn aan het opwarmen nog even. We gaan eraan beginnen. En welkom jullie ben je met deze match kijken. We hebben vandaag weer een wedstrijd. We zijn in het stadion Coeur Lane. De spelers komen het veld op langs de zijkant. Niet langs de zijkant, langs de hoeken van de tribune. De competitie eindigt vandaag en voor deze ploeg is er weinig aan de hand. Ze staan veilig in het midden van het klassement. Laten we hopen dat volgend seizoen het glansrijker wordt. Ze liggen de opstelling van de 2-11-talen. We gaan eraan beginnen. De spelers zijn klaar. Jij schrijft te zeggen ja over Broki en tijd voor het signaal. Het fluitsignaal heeft geklonken en de wedstrijd ja, is begonnen. Ja, we maken ons op voor een mooie pot voetbal. Sek, nou, Sek kan nu al naar Rians. Zien we het beginopstelling van de thuisploeg. Weer Sek. Sergioni. Michel met een slechte pas. Nou, dit is een systeem om vooral de tegenstander te verdedigen. Je houdt het op en hoopt op een countertje. Ja, De ridder naar de Sutter en hij scoort zonder Sutter. De bal zet zo de kruising in. Wat een schitterende minuut 3, dames en heren. Tom de Sutter. Een heel belangrijke goal. De bal komt precies in de hoofdhoek terecht. Ja, en de vraag is dan of hij dat zo. Waasland Beveren verandert van opstelling. Ja, verandert niet van opstelling. Maar gaat het dan vallender spelen om die 1-0 terug proberen weg te werken in die eerste helft? Zinio Gano, waar niemand voor doet. Zinio Gano, wie is die bal voor doen? Daar is niemand onder. Ja, staat er nog maar. En de keeper pakt die bal. En telkens keer bij elke match is Tom de Sutter telkens keer het doel te vinden. Zal het nodig zijn? Zal hij weer doen het gemakkelijk bij de ridder? Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. De ridder gaat hij de bal voorzien of gaat hij door? Hij tikt hem terug. Niet zo slim. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aan heel goed verdedigd. Wie pakt die bal op? Patosi, een mooie redding van Jans, denk ik dat het was. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Eerste balbezit van Mimi. Zijn spelers mee. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal weer kwijt. Nou, hij gaat schieten of probeert die bal dichterbij te komen.
Slecht verdedigend werk bij Warsten Bever. En daar is Galicios. Galicios er linksachter weer naar voor. Gevaarlijk bij die verdediging. Jammer hoor dat hij het hoofd niet cool weet te houden. Corner of... nee, doe de trap. Achter de goal zitten de Lokeren supporters. Je kunt ze nu goed in beeld zien. Achter de goal van de Lokeren keeper. En Trennis recht tegen Lokeren. Hoge druk. En het balbezit is slechte voor de tegenpartij. Bij Waasland leveren. Galicios aan de bal. Wat was dat? Ze spelen de bal rustig naar elkaar over. Dat zal A-agent Club Brugge worden. Speeldag 2, dames en heren. Hij is er bijna. En de keeper heeft hem. Die bal gaat over de achterlijn. Voor de corner, Skulason naar Samuel Ridder. Samuel Ridder kan zijn kopper niet tegenzetten. Gevaarlijk daar achter in de 16. Bal uit de 16. Naar Sergioni. Naar Zinogano. Zinogano. Naar Omini. Mini. Gaat hij voor een schot of probeert hij naar nog Zinogano. Meer ruimte om zichzelf Zinogano. Te creëren? Sergioni diep sturen. Nee, Tabari trapt hem weg. Het duel tussen de sutter. Sergioni. Oh. Duatu Managa. Oh, op de paal. Er kon nog iemand zijn voet tegenzetten. Eerst op de paal, daarna werd nog een schot gelost. En anders, het was overgoal, maar iemand kon er nog zijn voet tegenzetten. Kilian Overmare. Kappen van Kilian Overmare. Doorsturen naar Patozzi. Patozzi. Goed getackled van Jans. Michel. Die pakt die bal op. Jans terug naar Zinogano. Zinogano, bal kwijt. Fout bij Lokeren. Kan, waar staan we weer eens mee? Wat een. Wat een verschrikkelijk schot. Verschrikkelijk, zoiets heb ik nog nooit gezien. Oh, hier zijn ze weer, een Lokeren boys. Sporting Lokeren. Wordt dit een doelpunt? Patozzi. Patozzi, oh wat gebeurt daar van achter? Bijna nou, 0-2. Dat was wel een grote kans, en dat ziet hij zelf ook wel in. We hadden 0-2, we hadden 2-2. De Sutter is woedend. De teams gaan wel wat gelijk op, vind ik. Die vroege 0-1 jaar van Lokeren. Ja, heeft de Waasland Bever al wat de das omgedaan. Maar voor de rest gaat het wel gelijk op. Schot op de dekland bij Lokeren. Nog net iemand zijn voetje. Bij Waasland Bever nog net iemand zijn voetje ertussen kunnen zetten van Lokeren. Daar is het balbezit. En nu? We gaan recupereren bij Sek. Sek naar Camacho. Fout zou ik zeggen, maar niet wordt doorgespeeld. Bal voordeel, denk ik. De Ridder zet voor. Oh, wat doet Goblaar? Dit kon dodelijk zijn. Dat schot wordt tegengehouden. Dit had Lokeren moeten afstraffen. Niks te doen. Longhi, nog niet te veel gezien in deze partij. Denk ze wat zijn eerste bal bezit. Zinogano, terug naar Longhi. Longhi gooit hem voor. Longhi open goal voor Jans. En hij komt hem binnen. Ja, natuurlijk 1-1. Waasland Bever een minuut 35, 36 daartussen. Het is 1-1. In minuut 36 werd er gescoord. Met het nummer 32, oh Mini met een prachtige kopgoal, dames en heren. Toen stond het terug 1-1 op Court Lane, ook aan de opzet. Overmeren. Lokeren wakker geschud. En een paas naar de vleugel. Was een beetje het versieren van de opgezet. Daar was Tom de Sutter. Die was spijtig. Is die Lokeren weer? Alweer vroeg? Nee. Ja, maak een einde aan de beheer. Doorspelen, gebaard de scheidsrechter. Longhiel naar Zinogano. Zinogano en Longhiel waren daar straks het gouden duo die de 1-1 verzorgde. Hij komt nu het was Mini die natuurlijk al binnenkomt, maar ja, als Longhiel en Gano er niet waren, was die 1-1 niet gevallen. Zeker niet. Longhi, alweer. Gaat het weer het gouden duo Longhi dingen worden? En, oh, spijtig, bal blijft daar wat haperen. En wat doe je? Nu zit Lokeren druk. Waasland Bever is beter ondertussen.
Dat, ze mogen Loker niet laten komen. Dat dit zal onze kans kunnen worden. Tomlinson, daar gaat hij kappen. Wat doet hij? Bal kwijt. Loopt zich vast. Oh, wow, wow. Wat gebeurt daar fout met de verdediging? Bal weg zou ik zeggen. Tegenhouden. Ja, Jan strapt de bal weg. Hij er komen drie slim. Minuten blessuretijd bij. Onder de pauze gaan we ook even bijpraten over de eerste helft. We gaan het gewoon allemaal meemaken. 3 minuten extra tijd bij de vierde scheidsrechter wordt er gezegd. 1-1 bij ruststand. Of dit zal wel de laatste actie zijn. Kan hier nog die 1-2 uit inkomen in het voordeel van de bezoekers. En hij laat schieten Patrozzi over. Dit was de eerste helft. We gaan even bijpraten. We gaan toch even naar het wedstrijdoverzicht kijken. En wat doen punten? 1-1 schoten, 4 en Loker 9. Schoten op doel. 2 en 4. Balbezit is ongeveer gelijk, 5%. Dat is niet zoveel. Tackles ongeveer evenveel. Overtredingen 2 voor Loker. En Loker was een beetje. Gele kaarten 1 bij Loker, 0 bij Waasland Meveren. Rode kaarten, allebei 0, blessures 0. Buitenspel 1 en 1 hoekschop. Nauwkeurigheidsschoten is dan weer 6% meer bij Waasland Beveren. En een nauwkeurigheid paas is dan weer heel veel meer bij Sporting Lokeren. Wat vond u van deze eerste helft tussen deze twee? Ja. In het begin vond ik Waasland Beveren erg zwak, maar toen kwam het in de 35 minuten na de 1-1 kans weer van de punt. Nummer 9 en... Nummer 9, Tom Schutten, die scoort met 36e minuut. Met nummer 9, met nummer 32. Ik vond de teams gaan gelijk op, maar Loker was heel sterk in begonnen. Tot die 1-1 viel, drukte Waasland Beveren toch wel. We gaan beginnen en kijken naar de tweede helft. De spelers staan weer op het veld. U ziet het begin van de tweede helft. Ik verwacht wat teruggetrokken voetbal, want ik denk dat beide teams toch wel al wat kracht hebben gebruikt. En vooral Waasland Beveren om terug te komen na die 0-1 achterstand. Zullen ze wel nog wat kracht over hebben voor deze tweede helft. En daar zijn ze al, de Waasland Boys. En Sporting Boys, zijn ze er doorheen? Nee, slechte paas. Koblij heeft nog wat goed te zetten. Nog wat recht te zetten, of hoe zeggen ze dat? Mooi doorgekopt, maar Waasland Beveren ertussen. Is deze nog Waasland Beveren? Zeker, zeker, zeker. Oh, niet doorgelopen. Niet Huppert. Gaat Huppert, Huppert zelf. Naar de ridder. De bal Huppert. Wordt rondgespeeld. Nee. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Skulason gaat hem zetten. Naar wie? Wie zal er zijn kop tegen zetten? Samuel Ridder alweer niet. Ze kiezen allemaal voor Ridder. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Bal terug in het veld. Hoor ik hem? Sek. Naar Jans. Jans. Naar het midden. Naar Sergioni. Michel nog steeds. Waasland Beveren. Sinogano. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht. Alweer lang die Sinogano, het gouden duo. Mooi ondertussen van zeggen. En hij zwiept de bal voor. Nee, niemand kan een kop tegen zetten. Jammer, jammer, jammer. Nogthans, mooi voor het ook. Mooi hakje, maar daar was een leven voor. Wat een mooie verdediging actie. Goedje, naar Tim. Tim is wel moe. Hij gaat weg. En hij stiert hem voor. De keeper raakt de bal op. Oké, daar komt de ridder. De ridder? Nee, niet de ridder. Mooie, zuivere steekbal. Goed opgesteld hoor, van de verdediger. Wow, wow, wow. Nu daar zijn ze. De Loker Boys. De Loker Boys. Barry met de wereld heeft nog eens nog eens. Daar kwamen ze bijna op voorsprong. Kom blij. Blijft voorlopig gehandhaafd. En serieus. En persoon smet in bus. Persoon strapt hem voorover. Hopla. Dat was gevaarlijk. Oei oei oei. Dat is gevaarlijk wat Waasland Beveren allemaal aan het doen is. Sinogano. Ah.
Longhiel. Wie weet levert dit een kans op. Longhiel. Loopzuiver. Longhiel schiet voor. Het kan iets worden. Hoekschop. We krijgen een corner. De eerste, nee, de tweede, want dadelijk weet ik niet. De tweede. Omhaaltje. Is niemand. Voor Sporting Loker. En Edith Mierma loopt er wel en moe is. Ik ben benieuwd wanneer de teams gaan wisselen. Lost het op met een hakje. Kiest voor de tackle. Mooi van de bal afgezet. Goed persoons, nummer 8. 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Toch wel een vaste waarde en die speelt al lang bij Sporting. Goeie ingreep. Hij heeft toch met Schreber die Mertens gespeeld. Hij is overleden in 2013 op het veld wegens een hartstilstand of hartaanval. Eén van die twee. Dat is lang geleden. Hans van Aken toen ook nog bij Lokeren. En Peter Maas is trainer, inderdaad. Peter Maas nu zonder club. Laatst ontslagen bij Racing Genk. Goeie passeerbeweging. Maar daar zijn ze. De Waasland Boys. De Waasland Boys. Nog steeds de Waasland Boys. Ja, met zo'n voorzet maak je de achterhoede niet echt lastig, hoor. Laat maar lopen. De Waas. Sporting Loker. Laat eens kijken voor de wissel. Michel bij Waasland Beveren gaat er achter in de plaats van Kools. Linksachter. Ook een pak van Persoons. Persoons heeft een zeer goede wedstrijd. Maric. Nee, Maric niet. Terki. Gaat in de plaats van een Huppert. Oké, we gaan even de wissels afroepen. De Schutter kwam in de plaats van Demir. Kools in de plaats van Michel. Nu bij Sporting. Terki wordt in de plaats van Huppert. Bobat gaat in de plak van Persoons en er was nog altijd één wissel over en Patozzi nog steeds met de gele kaart. We gaan verder, we gaan het zien of de teams nog van die gelijkstand gaan afkomen. Want bij 90ste minuut zijn er geen verlenging meer en zullen het gewoon, ja, bal is uit, ze mogen ingooien. Ja, einde competitie. En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit. Gevaarlijk daar. Geen fout. De scheidsrechter kent een vrije trap toe. Snel gezet bij de Waasland Boys. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd. Jens Kools. Goede aanval, maar niet al te beste steekpas van Jens Kools. Sinio Gano, die hier trouwens ook een goede wedstrijd speelt. De Schutter. Pas ingebracht. Die lang duurt toch weer. Wat doet fout, hele kaart. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Branislav Ninai. Hij schoot van afstand, maar daar ligt de keeper niet wakker van. Veertacht, slechte trap. De keeper zag de bal aankomen en eigenlijk hoeft hij niet eens echt... Zet dan iemand achter de bal die wel goed tegen het leer kan trappen, zou ik zeggen, bij Waasland Beveren. Hier zijn ze de Loker Boys met de ridder. Nee, de ridder. De tackle was goed, maar hij houdt hem binnen naar de keeper. Naar de keeper. Je mag hem natuurlijk niet pakken, anders is het penalty. Oh, wat dit? De Loker Boys, dit moet een goal zijn. Dit is ook een goal. Wat een moment om te scoren. De overwinning zit in de knip, denk ik. Patozzi, in de 81ste minuut. Precies op het goede moment. Hij gaat juichen bij zijn wisselspelers. Teleurstelling in de tribune. Ik hoop dat kan er niks aan doen. Blijf toch machteloos. We zien nog mooi voetbal ook. Ik zou zeggen, wedstrijd gespeeld. Als je in minuut 81 nog eens achterkomt. Het publiek stelt zich echt op als een 12e man momenteel. Ze geloven nog in alles kan weer voetbal. Alles kan nog, zolang er nog tijd is. Maar ik vrees dat ook bij dit Waasland Beveren zijn wat weggezakt in die tweede helft. Kan Jansen nog binnen halen? Er is een ingooi. In het begin van de tweede helft was Waasland Beveren toch heel goed bezig. Maar toen... Ze geloven er nog in, hoor. De sporters en spelers. Misschien al wat minder, die zijn al wat moe. Die hebben 90 minuten staan knokken op dit plein. De bezoekers waren gewoon een match sterk, toch fout. De scheidsrechter fluit. Tweede geel? Nee. De scheidsrechter trekt geel. Majid Maric. Minuut 87, de tijd begint echt te dringen bij Lokeren. Niet beter als het strak. Zeg. Met zijn hoofd door de benen. Het is moeilijk om daar je kop tegen te zetten. Jans, nee, laat hem lopen. Corner. Alles kan nog. Als deze zit? Nee.
misschien, ik dacht misschien de rebound, maar het zal misschien wel de laatste aanval zijn. Goeie bal hoor, maar dit was het lokeren van één rietje. Zou mooi regenen zijn. 4 minuten extra tijd bij het doelpunt zal erop. Maar we gaan dus ook een competitie bijhouden, een blad opschrijven wie wat wint en zo. Daar is het schot. Hij is duidelijk niet tevreden over. Toch 4 extra minuten. Laatste aanval van je. Het is gevaarlijk. Ik kan meteen doorpassen. De allerlaatste aanval. Nee. Die bal wordt onderschept. Gedaan. Of niet doen. Dit kan nog. Ja, Tim Yogano. De bal vertrekt met een verschrikkelijke. De wedstrijd zit erop. Het is 2-1 voor de match gespeeld. Lokeren wint op het plein van Waasland Leveren. Dus had de 2-2 moeten zijn. Wat vindt u? Ik vond het helemaal. Nee, het was een dubbeltje op zijn kant. Net al het heel makkelijk over 4-5-1. Voor de derde keer gewist. Lokeren weer. Was het beter dan met. We gaan even kijken naar het wedstrijdoverzicht en daarna gaan wij jullie verlaten van jullie gsm, tablet of tv. Doelpunten 1, 2, dat is ja, van Mini en de Sutter en Patosi. Schoten 7 en 14. Schoten op doel 2 en 5. Balbezit precies 50 en 50. Tackles 13 en 15. Overtredingen 0 en 5. Rode kaarten 0 en 3. Rode kaarten 0 en 0. Dat is dus 0-0, buitenspel 0-0, hoekschoten 2-2, nauwkeurigheidsschoten 28 en 35, nauwkeurigheid passen 78 en 85. Voor de volgende keer hebben jullie terug in de clubgegeven. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Vonden jullie dit nou leuk dat wij zo als commentators deze wedstrijd gingen commanderen eigenlijk en tegelijkertijd ook spelen? Geef me dan een like en dan gaan we zeker door met deze competitie. Lokeren staat in dit moment voor. Als eerste met 3 punten. En de volgende wedstrijd volgt daarna.